stad van Nederland. De stad heeft meer fietsen dan inwoners en daarmee heeft het met twee Chinese steden de hoogste fietsdichtheid ter wereld. Naast gewone fietsen, vouwfietsen, racefietsen en lichtfietsen heeft de stad vanaf 1 mei trouwens ook een fietstaxi. Die noemen we een traptaxi en is een toeristische attractie opgezet als werkgelegenheidsproject. Valentijn Kreg was vermoedelijk de eerste die in Groningen met de fiets reed. In 1827 maakte hij met zijn loopfiets een tocht van herberg Het Fortuin buiten de Herenpoort naar de Punt bij Eelde en terug. Hij kondigde zijn tocht aan in de Groninger Courant. Kreg hoopte er wat geld mee te verdienen, maar durfde het geëerde publiek daar niet nadrukkelijk om te vragen. Hij liet via de krant weten giften aan hunne beleefdheid over te laten. In de vorige eeuw ontwikkelde de fiets zich van een loopfiets tot een met pedalen. In Groningen was er in 1869 al iemand die rijwielen verkocht. Dat was een Leopold Huster die een winkel had op de Vismarkt. Een fiets heette in die tijd een velocipede, dat betekende letterlijk vlug ter voet. Het stadsbestuur vond al deze snelle vervoermiddelen trouwens erg gevaarlijk. En daarom moesten berijders van rijwielen geluidsseinen geven. Ze moesten er 10 meter voor een hoek of kruispunt mee beginnen en ermee doorgaan tot na de hoek en de kruising. De eerste Groninger die zelf een rijwiel bouwde was scheepstimmerman Rijkwert Harms Mulder. Hij woonde in het gehucht Papiermolen en bouwde omstreeks 1880 een driewieler. Erg vlot reed het karretje niet, maar voor de bejaarde Mulder ging het altijd nog sneller dan loop. De volgende Groninger die een fiets in elkaar zette was Albert Vongers. Deze Vongers begon in 1871 op het Nieuwe Kerkhof een smederij. In 1883 kocht hij in Engeland voor zijn zoon Ties een fiets. Dat was er één zoals die toen in de mode was. Eén met een groot voorwiel en een klein achterwieltje. Vongers haalde de fiets helemaal uit elkaar om te kijken hoe die in elkaar zat. En toen bouwde hij er zelf ook een. Een paar jaar later bouwde hij voor zijn dochter Mechelina ook een fiets. Maar nou een met twee gelijke wielen. En daarmee werd Mechelina Vongers de eerste Groningse vrouw op een fiets. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Vongers bouwde eerst fietsen naar Engels systeem. Hij liet daarvoor buizen, naven, tandwielen en spaken uit Engeland komen en zette ze in zijn smederij in elkaar. In 1894 breidde Vongers zijn bedrijf aan het Nieuwe Kerkhof uit, maar de vraag naar fietsen werd zo groot dat hij 3 jaar later aan de Herenweg een hele nieuwe fabriek liet bouwen. De vergroting van het bedrijf maakte het Vongers mogelijk maar liefst 54 verschillende modellen fietsen te maken. In 1911 waren er in Groningen verhoudingsgewijs al meer fietsers dan in de rest van Nederland. Veel stadjes die reden op een Vongers en ze leerden het fietsen ook bij Vongers. Omdat fietsen moeilijk en gevaarlijk werd gevonden, richtte Vongers een van zijn bedrijfshallen namelijk in als rijschool. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de rijlessen tijdelijk onderbroken. Dat kwam doordat Vongers aan de tijdelijke opvang van Belgische vluchtelingen meer kon verdienen dan aan zijn rijlessen.
Vongers was in 1914 de op één na grootste werkgever van de stad en de groei ging door tot 1930. Maar door de economische crisis en de Tweede Wereldoorlog ging het steeds slechter. Vongers kwam deze terugslag niet meer te boven en in 1961 was het met de zelfstandigheid gedaan. Eerst nam Phoenix uit Leeuwarden het bedrijf over en vanaf 1970 viel Vongers onder Batavus. Maar na een jaar werd de productie in Groningen helemaal gestaakt. In de Batavusfabriek in Heerenveen werden er nog wel Vongersfietsen gemaakt, maar dat is inmiddels ook opgehouden. Groningen is nog steeds dé fietsstad van Nederland. Sinds de jaren 70 mogen de auto's niet meer overal in de binnenstad komen en er is meer ruimte voor de fiets. En vanaf 1 mei rijdt er in de stad dus een traptaxi. Dat is niet alleen leuk voor toeristen, maar ook voor stadjes. Bijvoorbeeld om ermee thuis te worden gebracht.